Wat de oorlog in Oekraïne betreft, moet je hard zoeken om onder de propaganda uit te komen. Hè? Want voor een groot deel is nieuws propaganda. Pilger zegt, en ik denk dat hij daarin gelijk heeft, vrijwel niets van wat je in de westerse media leest en hoort en ziet, is te vertrouwen. Je moet achter alles moet je een vraagteken zetten. Vroeg of laat moeten de Europeanen toch inzien dat die oorlog niet in hun belang is. Het wordt ons eigenlijk zeer duidelijk gemaakt, hè, door de prijzen die we betalen voor energie. Welkom, Johan de Poorteren. Je was tussen 1970 en 2009 journalist bij de VRT, de openbare omroep, als ik het goed heb. Dat klopt, ja. 71, ja. 71, 2009, lang in ieder geval. En nu ben je hier te gast. Heel hard merci. Ik was tiener in de jaren 80, toen jij, denk ik, voor Panorama werkte. Ja, Panorama heeft mij heel hard beïnvloed, mijn carrière. Ik wilde toen sportjournalist worden, maar Dirk van Duppen en Karel Marx hebben er anders over beslist. Als jij ging studeren, jij wou journalist worden, maar met welke missie of met welk idee? Ja, ergens schreef jij, ik had misschien wel een iets te groot kuifje gehaald. Ja, ik had daar een zeer vaag idee over wat journalistiek was. Ik kom uit een heel klein dorp in West-Vlaanderen, een zeer katholiek nest. En dat was mijn manier om daar uit te breken. Maar je hebt dan wel goed uitgebroken, want je hebt dan echt wel de wereld gezien. Ja, behoorlijk wel. Ja, dat klopt, ja. Ik ben in 1994 was ik zelf naar Banja Luka in Joegoslavië. Dat was eigenlijk de eerste grote oorlog in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja, ja. Een beetje een voorbereiding ook op vandaag, waarin nationalisten het uit elkaar scheuren. Ja. En de NAVO had Banja Luka gebombardeerd en wij gingen met een humanitaire missie van geneeskunde voor de hele wereld er naartoe. Ja. Maar wij waren samen met een aantal journalisten van Bild Zeitung. Ja. En ik moet wel eerlijk zeggen, Johan, dat heeft toen mijn visie op oorlogsjournalistiek is niet een goede gekomen. Omdat die mensen bleven dan in dat hotel zitten, die spraken met niemand. En toen dacht ik, oorlogsjournalistiek, het is toch een stijl apart. En je kan dat goed doen, je kan dat slecht doen, het is toch niet simpel. Dat is de aanwezigheidsjournalistiek. Hè? Dat is, Bruno Beekman is een freelancer die voor Eurovisie werkt en die waarschijnlijk veel meer conflicttoestanden heeft meegemaakt dan ik. Hij was er altijd bij. En Bruno vertelt hoe journalisten, vooral de laatste jaren natuurlijk, met de satellietwagens in Kosovo bijvoorbeeld, met een satellietwagen aankomen. De journalist doet een stand-upper en vertrekt weer naar zijn hotel. En dat is dan de oorlogsjournalistiek. Hè? Dat is een bekend fenomeen. Ik heb altijd geprobeerd om bij de actie te zijn. En dat is inderdaad niet altijd gemakkelijk. Hè? En dat is ook soms ook wel gevaarlijk. Hoewel, daar is ook veel romantiek over. Allemaal nogal relativeren. Maar heb je zelf schrik gehad op bepaalde situaties? Ja. Ja, ik ben een paar keer beschoten geweest in Libanon. In Argentinië op een bepaald moment ontvoerd ook. Kortstondig, gelukkig wel. Maar er is een zeker risico aan verbonden natuurlijk. Maar je bent wel altijd content dat je journalist bent. Ben je nog... Stop je op een bepaald moment om journalist te zijn? Nee, dat denk ik niet. Ik voel me nog altijd journalist. Ik heb in mijn pensioen drie jaar geleden intussen zeker, hè, of bijna vier jaar geleden, een fotoreportage gemaakt over de verdwenen dorpen van Palestina. Dat kriebelt, dat wil je blijven doen. En dat is, het is natuurlijk op een heel andere manier nu. Hè, maar de drive blijft erin zitten, ja, absoluut. En als je die fototentoonstelling, ik heb online een paar foto's gezien, want als ik mij niet vergis, in december loopt ze opnieuw terug in Brugge. Klopt. Maar misschien moet je het verhaal even vertellen van wat er, waarom je die fototentoonstelling hebt gemaakt. Wel, omdat Israël-Palestina mij al heel lang fascineert. En omdat ik vind dat wat je daar meemaakt is een van de grofste onrechtvaardigheden van deze eeuw en van de vorige eeuw. En omdat ik dat ter plaatse heb ondervonden. Ik was student in 67 en ik was een grote bewonderaar van de Israëli's. Ik vond dat, zoals heel velen, fantastisch. Hè? Dat kleine landje dat zich verzet tegen al die Arabische mogendheden.
Maar het is door Le Monde te lezen, om te beginnen, is dat het beginnen keren. Maar vooral door Libanon. Omdat je in Libanon kreeg je de export van het Palestijnse conflict. Hè. Dat was, je kreeg daar die christelijke milities die door Israël werden gesteund en bewapend. En dat was een burgeroorlog met buitenlandse vertakkingen, zoals nu trouwens ook in Israël. Dat is een soort proxyoorlog eigenlijk. Een soort proxyoorlog, ja. En dan door naar Israël zelf te gaan. En door naar Gaza te gaan bijvoorbeeld, is mijn beeld daarover helemaal veranderd. In het begin van dit jaar is een Palestijnse journaliste doodgeschoten door het Israëlisch leger. En een paar weken of maanden nadien kwam de muziekappel van het Israëlisch leger naar Antwerpen in een stadsfeesthal. En ik had toen in de gemeenteraad in Antwerpen daar een paar vragen bij gesteld. En ook gezegd van oké, we hebben harde sancties blijkbaar genomen tegenover de agressie van Rusland in Oekraïne. Maar nu gaan wij een muziekkapel van het Israëlisch leger hier in een stadsfeesthal. Dat lijkt mij toch twee maten en twee gewichten. En toen is Sam van Rooij van het Vlaams Belang, eigenlijk Vlaams Blok nog altijd, tussengekomen om het Israëlisch leger te verdedigen. En zei letterlijk in de gemeenteraad van ja, eigenlijk is Palestina een verzonnen land dat maar één doelstelling heeft, de Israëli's in de zee te duwen. Ja. Dus die retoriek, je hoort die vandaag nog natuurlijk, altijd. Ja. Je hebt toen ook een stuk geschreven, denk ik, over die moord op Shireen en over de begrafenis ook, dat men zelfs aan de doden niet de kans geeft of aan de naasten niet de kans geeft om lichamen... Ja. Dat is, om te beginnen, is dat schering een inslag in Israël. Hè? Wat is schering een inslag? Wel, dat mensen vermoord worden, dat journalisten vermoord worden, dat jonge Palestijnen vermoord worden. Er gaat bijna geen dag voorbij. Of er is zo'n incident, er wordt, kijk maar op Facebook, dat wordt bijna elke dag de moord op een jonge Palestijn vermeld. Maar wat met Shireen gebeurd is bekend geworden omdat ze ook Amerikaans is. Hè? En omdat zowel de Washington Post als zelfs de New York Times, die over het algemeen een zeer pro-zionistische lijn heeft, als Human Rights Watch een grondig onderzoek hebben gedaan en tot de conclusie komen, er is geen andere conclusie dan dat ze doodgeschoten is door een Israëlische soldaat. Maar nog eens, dat is dagelijkse kost. En ik heb nu onlangs het boek gelezen van Ben Ehrenreich. Dat is een Amerikaanse journalist ook, die The Way to the Spring heeft geschreven. En dat gaat over het verzet op de Westbank en vooral over Hebron en over Nabi Saleh. En Nabi Saleh is het dorp van de familie Tamimi, hè, waar Ahed Tamimi vandaan komt. En daar in dat boek zie je wat het dagelijkse leven van de Palestijnen betekent onder de bezetting. Hè. Dat is, hij spreekt bijvoorbeeld met een voormalige Israëlische soldaat die zegt hoe ze in Hebron moeten. Hebron is zeer. Ik ben nooit in Hebron geweest, maar ik weet dat Hebron is een van de meest conflictueuze plekken waar de tegenstellingen het scherpst zijn. Waar ze de opdracht krijgen om bijna elke nacht een Palestijns gezin uit te pikken, de mensen in het midden van de nacht wakker te maken, op straat te sturen, het hele huis overhoop te halen en zogezegd te mappen. Dus zogezegd het huis, de plattegrond te tekenen, te schetsen uit veiligheidsoverwegingen. Want daar zou eens een terrorist kunnen zitten in dat huis. Terwijl zijn eigen officier zegt, ja, maar dat is flauwekul eigenlijk. Het gaat er alleen maar om ze het idee te geven, om ze het gevoel te geven dat ze voortdurend in het oog worden gehouden en dat ze voortdurend lastiggevallen kunnen worden, dat ze voortdurend onder onze controle staan. Het is een, wat hij noemt, een machine van vernedering. Hè. Daar komt het ook in die checkpoints. Het is een vernederingsmachine. Ja. Als je het hebt over de familie Tamimi, ik heb er 2 jaar geleden mijn videocall, want dat is dan ook wel het voordeel van deze tijd. Ja. Het was toen volle lockdown. En ik vroeg zo, wat mis je het meeste? En zij zei, ja, gewoon zoals jullie, hè, mijn vrienden, buiten te kunnen spelen, een frisse neus. Maar eigenlijk ook wel beademingstoestellen, want die komen niet binnen met de blokkade. Medicamenten, veel te weinig. En ze zei, voor gewoon paracetamol moet je toelating vragen aan het Israëlisch leger. En het simpele, Peter, gewoon het meest simpele, dat wordt zelfs onmogelijk gemaakt. En dat doet vaak het meeste pijn. En dan schrijf jij, en dat komt misschien terug op de journalistiek, maar woorden hebben hun belang. Daarnet sprak je over de bezetting. Ja. Maar als je vele nieuwsbronnen van vandaag hoort, dan wordt het allemaal
vergoeilijkt en wordt het naar conflict. En, niet alleen dat, hè, maar nu onlangs het laatste, de laatste aanval op Gaza was ongeprovoceerd. Was, waarvan de Israëli's zelf zeggen dat het preventief was. Dus meestal wordt er een voorwendsel genoemd, een raketaanval van Hamas of zo. Maar nu was het gewoon preventief. Ja, en dat wordt dan in op de VRT onder andere, moet ik dan mijn spijt zeggen, dat wordt dan de gevechten genoemd. He, dat zijn bombardementen waarbij, ik geloof, 46 mensen zijn omgekomen, waaronder 12 kinderen. Dat zijn dan gevechten. Dat zijn bombardementen. Dat is wat dat is Dresden, dat is... En woorden en de discussie over woorden in journalistiek, waarom is dat, en taal, waarom is dat dan zo belangrijk? Omdat dat, het, dat is de framing. Hè? Dat is, als je zegt dat, als je bijvoorbeeld het hele, om te beginnen, een conflict is dat niet. Hè? Dat is een oorlog. Het is een 100-jarige oorlog tegen de Palestijnen die begonnen is in de 19e eeuw. Die termen zijn belangrijk, omdat dat het verhaal framed. Hè? En dat is... Dat is een soort ondergrondse, onderhuidse propaganda die voortdurend bezig is, hè? Die het publiek manipuleert. Maar denk je niet dat er een tegenbeweging kan komen? Want je hebt zo... Jij beschrijft eigenlijk van, je was student in 67, 68. Je was op zoek naar een uitleg en een kritische stem in de wereld. En ja, er was plaats voor onderzoeksjournalistiek. Je had tijd om van alles te doen. En dan heb je nu die snelle commercie. Maar zou er niet terug een tegenbeweging mogelijk... Of zie je niet een aantal kiemen van die tegenbeweging? Je hebt aan de ene kant je hebt natuurlijk de alternatieve media. Ja. Hè, maar dat is ook weer zeer... Ja, zeer moeilijk, hè? Omdat dat ook de weg openlaat voor fake news en voor alle soorten complottheorieën enzovoort. Maar wat John Pilger bijvoorbeeld zegt, en Pilger is een grote naam in de onderzoeksjournalisten en in de oorlogsjournalistiek. Een paar generaties geleden waren er openingen. De media waren ook... Ja, in de handen van grote kapitaalgroepen. Het was niet anders dan nu. Maar er was meer openheid. Er was een mogelijkheid voor alternatieve stemmen. En die is helemaal gesloten nu, of praktisch helemaal gesloten. Zeker wat de oorlog in Oekraïne betreft, moet je hard zoeken om onder de propaganda uit te komen. Hè? Want voor een groot deel is nieuwspropaganda. Pilger zegt... En ik denk dat hij daarin gelijk heeft. Vrijwel niets van wat je in de westerse media leest en hoort en ziet, is te vertrouwen. Je moet achter alles moet je een vraagteken zetten. Aan alles moet je twijfelen. Maar tegelijkertijd is dat contra-intuïtief. Want ik denk, en gelukkig maar ook ergens, dat mensen ergens toch in vertrouwen worden geboren. Mensen hebben op zich geen goesting om alles te wantrouwen. Dus om kritisch te zijn, dan moet je leren. Dat is spontaan ga je richting vertrouwen en niet richting wantrouwen. Dus wat je nu zegt, of wat Pilger zegt, is van... Ja, wees kritisch en denk vooral zelf na. Maar dat moet je toch leren. Dat doe je niet automatisch, Johan. Of? Nee, dat doe je niet automatisch. Dat moet je leren. En ik weet niet hoe je dat moet leren. Je moet dat leren door zoveel mogelijk te proberen te weten te komen. Door zoveel mogelijk te lezen en niet afhankelijk te zijn van beeldmedia. En ik spreek nu tegen de winkel waar ik zo lang voor gewerkt heb. Maar het is ook zo. Je kunt zoiets als de hele situatie in Palestina... kun je niet begrijpen als je alleen maar afhankelijk bent van de nieuwsmedia zoals wij die kennen. Je moet lezen, je moet praten met mensen die ervaring hebben, mensen die het meegemaakt hebben enzovoort. Dat is een lange weg en een nooit eindigende opdracht, denk ik. Hè? Dat is... Want dan komen we natuurlijk ook in het tijdsgevricht van nu eigenlijk, waar die bezetting van Oekraïne, oorlog tegen Oekraïne... toch een kantelpunt lijkt te zijn van de huidige tijd. Maar tegelijkertijd is er ook die wrevel, omdat veel mensen ook het twee maten, twee gewichten gevoel hebben, hè, van quit Palestina, Israël en Rusland, Oekraïne. Maar quit ook de houding van diezelfde westerse machten ten aanzien van de oorlog van Poetin tegen Tsjetsjenië. Want heel veel mensen zijn al lang vergeten, dit is niet de eerste oorlog van Poetin. Hè. De eerste oorlog was vuil en... was ondersteund door het Westen.
Ja. En jij was daar dan? Ja. Ik denk in 2010 heeft Tony Blair nog gezegd van... we moeten samen met Rusland, samen met Poetin... het islamfundamentalisme bestrijden. Of het islamterrorisme bestrijden. In Tsjetsjenië dan? In Tsjetsjenië, maar in de hele wereld. Ja. Hè? Dus dat was een voorbeeld... wat Poetin en Tsjetsjenië gedaan had, dat was ongelooflijk brutaal en ongelooflijk gewelddadig. Hè? Die hoofdstad is gewoon met de grond gelijk gemaakt. Dat was West-Vlaanderen na de Eerste Wereldoorlog. Hè? Dat is, over welke periode spreken we toen? De Tsjetsjense oorlog die in 2000 begonnen is. En waar Poetin inderdaad alle steun kreeg. Hè? Poetin heeft trouwens heel lang de steun gehad van... ik herinner mij een interview met Verhofstadt... die bij zijn eerste bezoek, die toen premier was... en die zijn eerste bezoek aan Moskou... dat moet in 2000 geweest zijn, de eerste maanden van 2000. En hij was vol lof over Poetin. Poetin was iemand die wist waarover hij praatte. Hij kende zijn dossiers. Dat was een man waarmee te onderhandelen, waarmee te praten. Viel. En Bush had in Poetin zijn ogen gekeken en gezien dat ze zielsverwant waren. En dat Poetin veel goed zou doen voor zijn volk. Dus dat zijn we allemaal vergeten. Hè? Op een bepaald moment is dat allemaal gekeerd. Maar we vragen ons niet af hoe komt dat. Hè? Dat iemand die de held was ineens de duivel is geworden. Maar eerst toch nog even terug naar het eerste heldendom van Poetin. Want nogmaals... dat was tegelijkertijd van de Tsjetsjenië-oorlog. Dat was tegelijkertijd dat in Grozny de meest grove mensenrechten schenden. En dus diegenen die het toen wouden weten, ja, die hadden het toen ook al kunnen weten. Dat is min of meer wat bijvoorbeeld Jeremy Corbyn zegt. En ik denk dat hij recht van spreken heeft. Want hij heeft toen al geprotesteerd, ja, toen Blair, want die was ook bij dat orkest, ja, om Poetin... te bejuichen en bejubelen. En Corbyn zei toen al, nee, dit is fout. En hij ging met een mensenrechtencommissie naar daar. Maar ja, het is toch straf dat op dat moment, als dat gebeurt, dat die bejubeld wordt en dat er vandaag gezegd wordt, er valt niet mee te spreken, je kan er niet... Ja, dat is inderdaad heel merkwaardig. Hè? En nu wat je zegt over Corbyn, de hele media hetze tegen Corbyn ging ook daarover. Hè? Dat hij zogezegd een Poetin-aanbidder is. Hè? Terwijl Corbyn inderdaad al van in het begin zeer kritisch was voor Poetin. Daar zijn dingen aan het werk die heel complex zijn, denk ik. En die heel veel vertellen over de manier waarop de media werken. Want neem nu dat je moet proberen om verschillende kanten te zien in zo'n complex oorlog als Oekraïne. Op een bepaald moment schrijf jij ook ergens... het is niet alleen maar een oorlog tussen twee buurlanden, maar er zijn ook andere machten mee betrokken, ja, die absoluut, zich een beetje... Hè, want jij noemt dat daar ook een proxy war, een oorlog eigenlijk waar die andere machten voeren, maar die dan zelf niet getroffen worden, met name de Verenigde Staten. Ja, misschien kan je dat iets uitleggen. Ja. Zelfs een krant als de Standaard, die niet van linkse sympathieën kan verdacht worden, schrijft letterlijk dat de Amerikanen bloed hebben geroken en het werk van de Koude Oorlog willen afmaken. En dat is op alle mogelijke manieren duidelijk. Hè? Dat is de Amerikanen en de Britten ook. Johnson is in april naar Kiev getrokken om Zelensky ervan te weerhouden om onderhandelingen te beginnen of voor te zetten. Dus er is echt, dat is een oorlog die al lang is voorbereid. Hè? De beruchte Brzezinski, de man die de Russen in Afghanistan heeft gelokt en die de Amerikaanse adviseur was van Carter, die daarna nog altijd heel veel invloed heeft in regeringskringen in Amerika, die schrijft in een boek de Global Chessboard, ik denk in 95, 96 al, dat Amerika nooit mag toelaten dat er een macht opkomt die de positie van Amerika bedreigt. En dat Rusland, met name, zegt, is daar zeer concreet in, dat Rusland moet opgedeeld worden, dat Rusland geen echte macht mag blijven, maar moet opgedeeld worden in een Siberische republiek,
in een Eurasiatische republiek en in een Zuid-Caucasische republiek bijvoorbeeld. Dus dat, die plannen bestaan al zeer lang en worden nu, dankzij Poetin, uitgevoerd. En schiet Poetin dan in zijn eigen voet op lange termijn? Ik denk dat Poetin in zijn eigen voet schiet, natuurlijk. Ik denk dat Poetin een fatale vergissing heeft begaan. Maar natuurlijk, mijn stelling is altijd die inval in Oekraïne, die oorlog die Poetin begonnen is, dat is een criminele oorlog en daar is Poetin verantwoordelijk voor, absoluut. Maar de hele spanning die opgebouwd is naar die oorlog toe, ja, daar zijn de verantwoordelijkheden op zijn minst verdeeld. Hè. Daar heeft, als je ziet, ik ben nu een boek aan het lezen over de acties, de militaire acties van de NAVO. Ja, die zijn allemaal gericht, alle manoeuvres, alle troepen, alle planningen zijn gericht tegen Rusland. Terwijl terwijl na de val van de Sovjet-Unie er op een bepaald moment toch een kans was en waar Poetin zelf gevraagd heeft om lid te worden van de NAVO, dat is eigenlijk weggelachen. Hè? Er was een kans om een Europese veiligheidsstructuur, zoals dat heet, op te bouwen. Mm. Los van de NAVO. Het Warschau-pact was opgedoekt. En de NAVO is integendeel uitgebreid. Hè. Is integendeel steeds maar agressiever geworden en is nu ook. En ik denk dat China eigenlijk het hoofddoel is. Hè. Ik denk dat Rusland eigenlijk en de oorlog in Oekraïne eigenlijk maar een sideshow is. Terwijl het eigenlijke doel is China domineren. Dat is waar. Want maar bijvoorbeeld om dat inzicht te hebben, om mee te kijken in de structuren van wat er bezig is qua machtsverhoudingen aan het verschuiven in de wereld. En als je dan zegt dat je het conflict en de illegale oorlog tegen Oekraïne niet los kan zien van de geostrategische posities van de Verenigde Staten, van Rusland en van China. Ja. Maar als je dan kijkt hoe we nu verder moeten met die oorlog, hè, want je zegt in 1991 valt de muur, hè, valt de Sovjet-Unie. En de NAVO die in 1948 is opgericht eigenlijk om dat communisme in te dammen. En dan had je dus dat evenwicht tussen het Warschau-pact van het Oosten en de NAVO. Maar dan verdwijnt het Warschau-pact en die NAVO blijft bestaan. En dan zeg je, op dat moment was er eigenlijk een mogelijkheid om een nieuw soort veiligheidsarchitectuur, zeker in Europa, te bouwen. Ja. Vertrekkende misschien bijvoorbeeld van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa of van anderen. Ja. En die kans heeft men. En er zijn een paar sleutelmomenten, denk ik, die de ommekeer veroorzaakt hebben. En een van die sleutelmomenten is wat je daar al noemde, de bombardementen op Servië. Hè? Ja, ja. En het losbreken van Kosovo. De bombardementen op Servië die met exact dezelfde argumenten verdedigd werden als wat Poetin nu zegt, hè? Namelijk een genocide vermijden. Bijna woordelijk hetzelfde. Hè? Dat is een van de grote momenten geweest. En een ander definitief moment, denk ik, waarop de zaak gekeerd is 2014, de Maidan. Hè? De staatsgreep hè? Die hier voorgesteld werd als een volksrevolutie. Terwijl er was natuurlijk een volkstoeloop en een volksopstand, zou je kunnen zeggen, van een deel van Oekraïne. En dat is wat hier in de media heel zelden aan bod komt. Namelijk dat Oekraïne een uiterst verdeeld land is. Waar de belangen heel tegengesteld zijn. En daar is het begonnen. De oorlog is niet begonnen op 24 februari van dit jaar. De oorlog is begonnen na de Maidan-opstand. En de neonazis die naar de Donbass gestuurd werden om daar de opstand te onderdrukken. Terwijl die opstand eigenlijk geen opstand was van separatisten, maar een opstand van mensen die zagen dat hun rechten, hun taalrechten bijvoorbeeld, in de vuilbak werden gegooid. Hè, door de regering, de zogenaamde Maidan-regering, waar 8 van de 21, denk ik, ministers van extreemrechts waren. En waar ze dus het Russisch, officieel statuut van de Russische taal hebben weggenomen. En van andere talen. Dus in Oekraïne is er altijd een tweestrijd geweest tussen het Oekraïense nationalisme als opvatting van etnisch nationalisme. Van Oekraïense taal, Oekraïense mensen en een ruimer nationalisme. Want eigenlijk waren veel van die zogenaamde opstandelingen in de Donbass waren Oekraïners en waren niet zo geneigd om bij Rusland aan te sluiten. Maar ze wilden hun rechten en ze wilden een soort federalisme. En dat is er nooit gekomen. Dat hebben de neonazis voor een groot deel verhinderd. Hè. Als Poetin zegt neonazificeren, dat is voor een groot deel overdreven. Maar het is wel een werkelijkheid dat de neonazis in Oekraïne een zeer grote invloed hebben. In het leger en ook tot voor kort in de regering.
regering. En toch zeg je, en daar zeg je eigenlijk min of meer hetzelfde wat Jeremy Corbyn ook zei in hun vorige podcast. Ja. Namelijk, ja, een oorlog dat eindigt normaal gezien altijd aan de tafel. Want ja. Ofwel eindigt een oorlog met de complete vernietiging van de tegenstander, ja. Maar wie gaat wie vernietigen als we over kernmachten spreken? Ja. Tenzij we allemaal vernietigd gaan zijn. Ja. Ofwel gaat er een momentum komen dat je aan de tafel... Ja. En dus, maar tegelijkertijd, in het heet van de strijd tegenover natuurlijk een agressor, in dit geval Rusland, is dat geen boodschap die gemakkelijk is? Want... Nee, dat is geen makkelijke boodschap, omdat het zijn de Oekraïners die de prijs betalen nu natuurlijk. Hè. De Europeanen in het algemeen betalen letterlijk de prijs. Hè. Maar de Oekraïners betalen de prijs in mensenlevens ook. Het is misdadig hè, om die oorlog te laten voortsluimeren, laten voortduren. Denk je dat er krachten zijn die de oorlog willen rekken? Absoluut, absoluut. De wapens die Amerika heeft voor op dit moment, en dat is waarschijnlijk al een achterhaald cijfer, voor 60 miljard militaire steun aan Oekraïne gegeven. 60 miljard dollar. Dat is onvoorstelbaar. Dat is niet meer louter verdediging. Hè. Dat kan aannemen dat Oekraïne in staat moet worden gesteld om zich tegen een agressie te verdedigen. Maar daar gaat het al lang niet meer over. Het gaat erom, zoals openlijk wordt gezegd door de Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, dat het erom gaat om Rusland te verzwakken. Dat is het einddoel. Dat wordt niet onder stoelen of banken gestoken. Dat is het einddoel. En daar betalen de Oekraïners als kanonnenvlees de prijs voor. Maar eigenlijk moet je op een bepaald moment toch terug aan tafel zitten om daar een onderhandelde oplossing voor te vinden. Waarschijnlijk, dat zal niet anders kunnen. Dat zal vroeg of laat gesproken worden. Maar wanneer dat zal zijn, ja, dat is de grote vraag. En hoeveel doden er nog moeten vallen en hoeveel vernieling er moet komen. Het is... Ja, bijzonder pijnlijk dat Europa zich op die manier laat... Europa heeft zich als voetmat laten gebruiken. Hè? Om te beginnen al met de belofte om in 2008 om Oekraïne lid te laten worden van de NAVO. Premiële termen. Was ook in Boekarest op die fameuze NAVO-vergadering. En hij vond achteraf ook, ja, dat is eigenlijk niet goed. Daar zijn wij tegen, net zoals Sarkozy er tegen was en Merkel tegen was. Maar, zei Leterme, wat kunnen de Russen doen? Ze zijn zwak. Dus dat was gewoon het cynisme van de westerse overmacht. En heb jij... Want Oekraïne, net als de Joegoslavië-oorlog, of de eerste Joegoslavië-oorlog, de Oekraïne-oorlog, komt natuurlijk dichtbij, omdat Europeanen... Als ze kijken naar de oorlog, ook vaak alleen maar naar Europa kijken, niet naar de rest van de wereld. Maar voor jouzelf, en bijvoorbeeld, je hebt kinderen en kleinkinderen ondertussen ook, en zo, boezemt daar jouw enige angst in, dat die oorlog... Dat boeit mij zeer grote angst in, omdat ik mij sterk afvraag in welke wereld die kleinkinderen zullen terechtkomen. Hè? Dat is... Ik denk dat iedereen zich dat vandaag afvraagt. En daarom is het zo onbegrijpelijk dat onze politieke leiders op geen enkele manier tegenwicht bieden, op geen enkele manier de prioriteit stellen een einde aan de oorlog te maken. Hè. Dat is niet de prioriteit blijkbaar. De prioriteit is het leed een beetje te verzachten, als dat zou kunnen. Hè. De prijzen van het gas... proberen onder controle te houden. Terwijl de fundamentele oplossing is het einde van de oorlog. Hè? Dat is, maar dat is blijkbaar geen prioriteit. En dat is zeer beangstigend. En is dat in de geschiedenis? Want ik ben geboren in 1969, maar toen dus nog wat jong om het Vietnamconflict en zo verder mee te maken. Maar in de geschiedenis, in zo'n conflict, kan dat zijn dat pas na een zekere tijd komt, zo'n tegenbeweging die zegt van stop de oorlog, dat er mensen nu iets te enthousiast in een bellicistische logica stappen die... Ja, dat vraagt blijkbaar tijd. Hè. Ik denk, je ziet nu de protesten tegen de gasprijzen. In Tsjechië bijvoorbeeld. Tsjechië, ja. Dat is nu waarschijnlijk nog niet erg politiek, maar dat zal... Vroeg of laat moeten de Europeanen toch inzien dat die oorlog niet in hun belang is. Hè. We worden het nu eigenlijk, het wordt ons eigenlijk zeer duidelijk gemaakt, hè, door de prijzen die we betalen voor energie. De vraag is,
ja, wanneer volgt de conclusie en wanneer volgt het inzicht dat alles politiek is en dat alles met die oorlog, of toch voor een groot deel met die oorlog te maken heeft. Want dat is een beetje, want je hebt in Tsjechië inderdaad enorme protesten tegenover die gasprijzen. Je hebt in Groot-Brittannië de hete zomer en waarschijnlijk komt er ook een hete herfst aan. Ja. Maar als je dan kijkt, ja, en dat is een beetje een taboe onderwerp natuurlijk vandaag in de politiek, maar heel het sanctiegebeuren. Men slaagt er blijkbaar niet in om gerichte sancties tegen die oligarchen te vinden. En men neemt dan van die algemene sancties. En het lijkt wel, als je vandaag een tussenbalans opmaakt, dat Europa ongelooflijk in haar eigen voet schiet. Omdat ja, we maken onszelf onafhankelijk van het gas van Rusland. Maar we komen in een crisis. We worden afhankelijk van Amerikaans schaliegas. Van gas van Saoedi-Arabië. Een vuile oorlog met Jemen voeren. Ja. En zo. En er gaan opnieuw bruinkool en steenkool gestookt worden. Dus. Ja, ik herinner me nog een bepaald moment dat Ursula von der Leyen zeer verontwaardigd deed over het feit dat Poetin de gaskraan dichtdraaide. Maar wat had ze dan verwacht? Wat had ze dan gedacht? Dat je Rusland sancties kunt opleggen en dat ze dat dankbaar zouden aanvaarden. Dat is toch... je ziet nu dat de roebel staat op zijn hoogste niveau sinds de laatste 30 jaar, denk ik. De Indiërs en de Chinezen nemen goedkoop gas af. Dus het... Europa heeft inderdaad in zijn eigen voet geschoten. De bedoeling was om Poetin de middelen te ontnemen om oorlog te voeren. De financiële middelen te ontnemen om oorlog te voeren. Ja, het tegenovergestelde is gebeurd. Het doet mij een beetje denken aan de bombardementen op Duitsland. Hè? Door de geallieerden. Daar was de bedoeling ook... Te demoraliseren. De Duitse bevolking tegen Hitler te doen keren. En het omgekeerde is gebeurd natuurlijk. En nu ook. De bedoeling is om de Russische bevolking tegen Poetin te doen keren. Maar dat gebeurt niet en dat zal ook niet zo gauw gebeuren. Nee, een Duits journalist schreef van de geschiedenis van de sancties is vrij complex. Maar hey, als je bekijkt tegenover Iran, tegenover Venezuela, tegenover Irak en zo verder. Maar een aantal dingen komen meestal terug, schrijft de journalist. En die zegt dan... Van kijk, meestal wordt de politieke situatie van de gesanctioneerde premier of ding versterkt. Ja. Meestal is het de kosten van de bevolking zelf. Ja. En meestal gaat het humanitair tegenover de zwaksten. Dus heel die sanctiemechanismen... Ja, sancties zijn een politiek instrument dat vooral door de Verenigde Staten wordt gebruikt. Hè? Dus sancties tegen. Er zijn Amerikaanse senatoren die een Zwitsers bedrijf dat materiaal leverde voor de bouw van Nord Stream 2, letterlijk bedreigden van stop daarmee of we zullen jullie bedrijf kapot maken. Dat zijn echte maffiamethodes. En de sancties tegen de landen die zogenaamd de mensenrechten schenden. Ja, wie bepaalt wie de mensenrechten schendt? De Verenigde Staten, hè? De president van de Verenigde Staten bepaalt welk land gestraft moet worden om welke redenen. Ja, dat is totaal onaanvaardbaar. Maar ik wil misschien toch nog eindigen met iets positiefs. Dat is, je hebt ook een fototentoonstelling gemaakt over de overstromingen daar in de Vestervallei, precies een jaar geleden. Ik ben daar toen ook zelf een aantal weken gaan helpen. Ja. En je maakt foto's en dat intrigeert mij wel, omdat je werkt voor een tv-kanaal jarenlang. Je zegt, oké, het geschreven is eigenlijk aanvullend, maar je bent ook nog eens fotograaf. Dus je bent... Maar waarom dan dat verhaal van de Vestervallei in foto's vertellen? Ja, omdat... Ten eerste, ik ben fotograaf, dus ik hou me bezig met fotografie. En dan is er dan ook nog die journalistieke reflex nog altijd. Dus ik wou gewoon eens ter plekke zien wat er aan de hand is. Want je ziet het wel, natuurlijk, in dit geval zagen we het wel op televisie en zagen we wel op foto's en zo. Maar... Mijn ervaring was, als ik daar echt stond tussen die mensen, dan besef je pas wat er gebeurd is. Ik vond het bijzonder, bijzonder schrijnend, omdat die mensen die ik sprak en die ik gefotografeerd heb, die waren zeer, zeer sereen. Die waren zeer, ik zal niet zeggen optimistisch, maar die wou hun situatie in eigen handen nemen. En dat vond ik zeer indrukwekkend. Maar je hebt ook toen, want ik herken een aantal mensen op jouw foto's trouwens. Ja. En ik ken een aantal van mensen. De broek, hè? Van, een aantal mensen die met de Solidarity Teams nadien zijn gaan helpen. Ja. Maar jij hebt ook dan gezien. Ik vond dat ongelooflijk.
dat je dan naar de Visser rijdt en naar Pip en Stijr en zo verder en dan Verviers. En dat je daar dan komt en ineens sta je in de modder, maar iedereen staat daar in de modder. En er zijn ook ongelooflijk veel Vlamingen en Brusselaars die naar daar rijden. En, dat soort solidariteit, er is iets ook ongelooflijk positief in heel die pool van ellende. Absoluut, ja. Dat was ook... mij ook altijd heel erg van onder de indruk geweest van de manier waarop jullie, en niet alleen jullie alleen, hè, maar waarop heel veel mensen iets deden. Hè. In de politiek is dat iets uitzonderlijks. Hè. Dan hoor je verklaringen van De Croo of van Lachaert of weet ik veel. Maar dan vraag je af, laat ze eens naar Verviers rijden, laat ze eens in de modder staan, laat ze eens weten wat er echt gebeurt. Dat is de grote kloof, denk ik, tussen de politiek en de realiteit. De politiek is grotendeels bewijst zijn machteloosheid. Hè. Bewijst zijn machteloosheid door de energiecrisis, door de klimaatcrisis. Dat is misschien ook het gevolg van een zekere pragmatiek en van een zekere loodgieterspolitiek. En je hebt altijd loodgieters nodig om actuele problemen. Maar als heel de politiek en heel het neoliberalisme alleen maar hapslikweg remedietjes worden en niemand heeft nog een visie om op langere termijn dingen aan te pakken, zowel wat betreft oorlog als wat betreft klimaat, als wat betreft jongeren en de werkstelling, dan... Ja. Maar er zijn ook tekenen, wat ik positief vind, of dat dan nu in de Vesterstreek is, of dat dan nu de klimaatacties van de jongeren zijn die opnieuw gaan terugkomen, of de vakbeweging in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, die terug... Het volk is ook weerbarstig en er komt toch ook wel ergens een tegenbeweging. Ja, dat is wat Chomsky ook zegt. Hè. Ik heb Chomsky ooit geïnterviewd en een van de dingen die hij zei was... er is geen enkele grote verandering in de Amerikaanse politiek gebeurd zonder druk van benedenuit. Hè. Er is, de burgerrechtenbeweging heeft de segregatie... Er zijn natuurlijk nog altijd heel veel problemen, maar Kennedy bijvoorbeeld, het grote voorbeeld is van de liberale president. Kennedy had niks gedaan zonder de druk van benedenuit. Hè. De Vietnamoorlog is natuurlijk een duidelijk voorbeeld. Hè. De Vietnamoorlog is beëindigd door druk van de straat. Er is geen enkele grote verandering in de Amerikaanse politiek, zegt Chomsky, die niet van onderuit gestuurd is. Oké, Johan. Met die woorden gaan we afsluiten. Dat zijn mooie woorden. Okay. Heel erg bedankt om tot hier te komen.